goal. Oh, Buiting. Met de 2-2. Het is een spitsie. Het is 2-2. Buiting, die er afgelopen weekend lachend 3 maakte. Maakt er nu weer 1. Maar dit is ook een geweldige bal van der Werf. Geen buitenspel. En Buiting in 1 keer zorgt voor de 2-2. Voor het doel. Buiting naar de eerste paal. Nou, Sinéo zelf. Het is 1-0 voor Vitesse. Hij heeft nog niet gescoord. Dit seizoen. Heeft eigenlijk ook nog geen beslissende voorzet gegeven. Maar in de 13e minuut zet hij Vitesse op 1-0. In een paar minuten tijd, eigenlijk meteen na de eerste 10 minuten die voor PSV waren, is Vitesse daar tot 3 keer toe. En de derde keer is het raak. Ødegaard, het is 2-1 voor Vitesse. Als een streep verdwijnt de bal achter Zoet. En Vitesse wederom op voorsprong. Het is ongelukkig, want hij verliest de bal aan Dauda. Ødegaard. Ook Serrero doet mee. Hier is hij. Ah, mooi hakje. Dauda, 3-1. Hoe is het mogelijk? Dit geloof je toch niet? Dit geloof je toch niet? Maar het is wel waar. 3-1 voor de 10 van Vitesse. Prachtig hakje van Serrero. En van Polen geklopt door Dauda. En daarachterin is het Navarone voor. Die in de 66e minuut 3-1 maakt. Doelpunt van de maand wordt mede mogelijk gemaakt door GLD Print en Media.